De drie kinderen die vanmorgen in een bungalowpark in het Drentse Schoonlo dood zijn aangetroffen, komen uit de stad. Ze zijn om het leven gebracht door hun vader, die daarna zelfmoord heeft gepleegd. Het gaat om een tweeling van 10 en een jongen van 2 jaar oud. Een slepende echtscheiding en andere problemen zouden de man tot zijn daad gedreven hebben. De 47-jarige ICT-expert heeft zijn daad in een e-mail aangekondigd die vanochtend automatisch naar de ouders van de school is gestuurd. In de bungalow werden later de 4 lichamen gevonden. We werden vanochtend vroeg gebeld. De meldkamer kreeg een telefoontje dat op dit park iemand mogelijk zelfmoord zou plegen. Dat was de reden voor collega's van mij om hier naartoe te gaan. En toen zij naar de bewuste vakantiewoning gingen, vonden ze in eerste instantie het lichaam van de vader, een man van 47 jaar oud. En niet veel later werden de lichamen van 3 kinderen gevonden. Een tweeling van 10 en een jongetje van 2. De jongens van 10 en die van 2 hadden 2 verschillende moeders. Die hebben wij ingelicht. Ja, je kunt zich voorstellen, die is hevig ontdaan. Je zult zo'n boodschap maar krijgen, dat is verschrikkelijk. Aan alle betrokkenen is hulp aangeboden. We hebben aan alle betrokkenen, dus ook mensen hier op het park, familieleden, hebben we allemaal slachtofferhulp aangeboden om ervoor te zorgen dat zij deze verschrikkelijke boodschap kunnen verwerken. Dat zal heel lastig gaan worden, denk ik.